Een vrachtwagen vloog vanmorgen door onbekende oorzaak in brand op de Van der Berglaan in Hoofddorp. Buurtbewoners beleefden angstige momenten. Echt gigantische vlammen die behoorlijk hoog kwamen. Dus ik was best wel heel erg geschrokken. En daar kwam enorme zwarte rook vandaan. Nou, het was zo eng. En ze stonden natuurlijk dicht op geparkeerde auto's, die er ook niet erg best afgekomen zijn. Want ik zag al eigenlijk dat die vlammen over zouden gaan slaan. Dat was mijn angst. Dat die over zouden gaan, omdat ze zo heftig waren. Ik denk, ja, straks staat het huis ook nog in de brand. Maar dat is gelukkig niet gebeurd. Je weet niet wat er gebeurt. Ze hadden het over ontploffingen en daarom moesten we weg. Maar ja, ik ben wel blij. Ja, nu begint het wel even door te dringen, hoor. Er zijn toch wel heel aardig wat auto's, zeker 4, die, dacht ik, wat schade zullen hebben.